Ruim 80 brieven schreef ze. Slechts een aantal daarvan mondde uit in vergeefse kijkavonden. En toch heeft de 18-jarige Hanna van Alem nu een kamer in Nijmegen. En niet zomaar een kamer. Ze woont boven het asielzoekerscentrum aan de Stieltjesstraat. We zijn nu op verdieping 6 van STEC. Dat is een project van Socius in Nijmegen op de Stieltjesstraat. Wij wonen hier boven een AZC. Dus in die zin is het eigenlijk wel bijzonder. Het houdt in dat gewoon je woont boven een AZC. Het is niet dat wij echt samen met de asielzoekers wonen. Dus het zijn wel echt gescheiden verdiepingen. Maar je komt dus wel meer met elkaar in contact dan je normaal gesproken eigenlijk zou met elkaar in contact zou komen. Ik heb wel een beetje pech gehad met het zoeken van of met het vinden van kamers. Maar toen ik dit project zag, vond ik het wel heel leuk. En ik vond het initiatief ook heel erg leuk dat je samen woonde, zeg maar. Een paar mensen hebben al mailtjes teruggekregen van wil je van het COA even een bevestiging geven dat jij hier woont? Want ze dachten, denk ik, dat de mensen die hier nu wonen een asielzoeker waren die zich wilden inschrijven bij de gemeente en geen student die hier dan woont.